Vrijwilligers vieren vandaag Wereldschildpaddendag in Suriname. Jaarlijks staat 23 mei wereldwijd in het teken van kennisoverdracht en het kweken van begrip voor schildpadden. In Suriname hebben we naast de bekende savanne- en bosschildpad ook zeeschildpadden die elk jaar Suriname bezoeken om hier hun eieren te leggen. Het nestelen gebeurt jaarlijks van februari tot en met juli. WWF Guyanes vraagt op deze bijzondere dag extra aandacht voor de situatie op de legstranden van Galibi en Braamspunt. Onder andere het stropen van de eieren op deze legstranden vraagt om een integrale en duurzame aanpak op lange termijn. Vrijwilligers in Suriname hebben in samenwerking met WWF Guyanes zich gecommitteerd om de zeeschildpadden te beschermen. Het aantal nesten van de Aitkanti of lederschildpad is namelijk drastisch gedaald. Ook de populatie van de Warana-schildpad, zeeschildpad, is nog niet hersteld. Wereldwijd wordt het dynamisch kustgebied van Suriname gezien als de belangrijkste nestplaats voor de krappe en de Aitkanti. Het behoud van onze zeeschildpadden vraagt om meer betrokkenheid en samenwerking op nationaal en internationaal niveau, meldt WWF Guyanes in een persbericht.